koffie aan het zetten. Ben net wakker. Het is de laatste vandaag, jongens. Deze gaan jullie natuurlijk zien op maandag, op oudjaarsdag. Zeg ik dat goed? Ja, oudjaarsdag. En dan komt er waarschijnlijk morgen op nieuwjaarsdag een compilatie van de kerst. Dus eerste en tweede kerstdag. Kijk nog even of ik hem maandag of 1 januari of 2 januari online zet. Moet even kijken. En daarna begint mijn nieuwe uploadschema. En dat gaat zijn gewoon de weekendvlog op woensdag zoals jullie van mij gewend zijn. Dan komt er op zaterdag nog een vlog online van maandag tot en met vrijdag. Of in ieder geval de leuke dingen van maandag tot en met vrijdag. Ik denk niet dat ik iedere dag ga vloggen. Maar alles wat ik leuk vind door de week, dat vlog ik. En daar maak ik één leuke vlog van. En die komt op zaterdag, op zondag online. Heb ik net even iets langer de tijd om hem te maken. Dus woensdag de weekendvlog. Zondag de week, ja, de door de weeks vlog. En dan komt er waarschijnlijk nog één keer per week een extra video. En die extra video wil ik niet een aparte dag voor plannen. Want dat ligt er maar net aan wat voor video het gaat zijn. En wanneer ik hem kan maken. En dus die komt gewoon ergens door de week. Komt die online. En dat wordt mijn nieuwe uploadschema. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Mij lijkt het heel erg leuk. En ja. We gaan het gewoon uitproberen. Vandaag wordt op zich een redelijk rustige dag. Ik moet nog wel even wat dingen doen. De laatste boodschapjes halen. En even een fonduepan halen. Want we hadden twee fonduepannen. Ik heb er hier één staan. En die andere die was altijd of bij mijn ouders. Of bij mijn zus. Of bij mijn broer. Maar niemand heeft hem. Dus ja. Dan moet er echt even nieuwe komen. Want we zijn met z'n zevenen. Tweede kerstdag. En dan wordt dat wel erg krapjes, zullen we maar zeggen. Dus nou, dat ga ik ook nog even doen. En voor de rest gaan we het zien vandaag. Oh nee. Ik had hem al klaarstaan. Ook voor deze is het vandaag de laatste. Dus laten we dat gelijk even doen. Vakje 24. Hij liep toch tot 24, deze of? Hadden we hem nou gisteren al leeggemaakt? Even kijken. Nee, vakje 24 zit hier. Oh, dat is leuk. Het is een primer. Met een glow erin. Oh, dat is voor de kerst natuurlijk wel helemaal top. Die gaan we ook uitproberen. Leuk. En dan is die dus hartstikke leeg. Volgens mij. Ja. Dan heeft hij zijn werk gedaan. Superleuk. Ik vond het echt heel erg leuk om dit zo iedere dag te doen. Dat zal nog even ontwennen zijn. Zo, ik ben inmiddels aangekleed. En de vlog van donderdag staat in de render. Dus ik ga even op fonduepannenjacht. Nou, gelukkig had de BCC er een. Dus die is binnen. Nu ga ik even de rest van de boodschappen maar gelijk doen. Ik ben nou toch buiten. Volgens mij roep ik dat al de hele week. Maar nu zijn het echt de laatste boodschappen. Vlog sinds ik thuis ben? Ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Nee, volgens mij niet. Nu heb ik echt alles binnen. En dat betekent dat ik niet meer naar buiten hoef tot, nou ja, tweede kerstdag in de ochtend moet ik wel even brood halen. Maar eerste kerstdag ben ik natuurlijk bij mijn ouders. En dat is hier in de flat. Dus ja, ik ben klaar. De rest van de dag ga ik gewoon echt relaxen. Dat vind ik heerlijk. De komende twee dagen worden echt heel druk. In de zin van drukte om me heen. En dat vind ik onwijs gezellig. Maar dan vind ik het ook wel lekker om even de dag van kerstavond, zeg maar, alleen te zijn en relaxed. Ik ga vanavond lekker alle kaarsjes die ik in huis heb aansteken. Ik heb lekker
zalmsalade voor mezelf gemaakt. Dan weet ik gelijk wat ik met dat brood ga doen wat ik over heb. Dat ga ik vanavond lekker met allerlei smeerseltjes eten. Gewoon lekker relaxed. Ik ga dadelijk verder. Ik ben nu even naar de hummeltjes aan het kijken. Daarnet is de kerstswap van Janneke online gekomen. Waarin ze mijn cadeautjes uitpakt. En waarin ze echt ongelooflijk lieve woorden zegt tegen me. Ik werd er gewoon eigenlijk een beetje stil van. Vond ik echt heel erg lief. Janneke is toch... Ja, zij zegt het ook. Ik ben voor haar bijzonder, maar andersom geldt dat eigenlijk ook. Want zonder Janneke was dit allemaal niet gebeurd. Ik heb haar de vlogcursus gevolgd. Ik denk dat de meesten van jullie dat nog wel weten. En door die vlogcursus ben ik mijn kanaal gestart. En ben ik dit allemaal gaan doen. En heb ik dit mooie avontuur... kan ik dit zo beleven? Het is echt heel bijzonder, vind ik. Want ja, mijn leven is er echt wel anders door geworden. Ik heb wel al gezegd dat mijn uploadschema na Vlogmas verandert. Want het dagelijks vloggen wordt me iets te veel. Maar zo'n 3 keer in de week, ja, vind ik toch wel echt heel erg leuk. Om een dagboek bij te houden. Waar ook andere mensen naar kunnen kijken. En jullie een kijkje te geven in mijn leven. Dus nou, wat ik nu even ga doen is de hummeltjes afkijken. En dan ga ik straks, en dan zal ik wel even een timelapse van maken, het kerstservies wat ik heb gekocht, een poos terug in de kringloopwinkel, even afwassen. Dat had ik nog niet gedaan, ik had het gewoon in een tas neergezet, maar we gaan het morgen gebruiken. En dan vind ik het wel zo hygiënisch als het, als ik het gewoon zelf even afgewassen heb. Ken je dat? Je gaat naar de winkel voor 2 dingen, in mijn geval champignons en wortels. Kom terug met een enorm zware boodschappentas, helemaal vol. Zonder champignons en zonder wortels. Dus ik ben net nog maar even teruggegaan. En toen kwam ik thuis. En toen dacht ik een kerstkaartje voor mij in de brievenbus. En nou is dat ook wel zo. Maar ik wil jullie even wat laten zien. Want Petra, zij kijkt naar de vlogs. Had me in een berichtje gevraagd of ze me wat mocht opsturen. En ja, natuurlijk. Dat vind ik superleuk. En kijk... Ik ga het even zo doen. Het is een rendier. Hoe tof is dat? Wacht even, kijk als ik het zo doe, kan je het misschien beter zien. Ja, zie je, het is een rendier. Echt superleuk. En heel lief nog zegeltjes voor het servies erbij. En een heel leuk kaartje. Handmade by Petie. Petra, heb jij ook een webshop? Of iets dergelijks? Dan kan ik dat ook eens linken voor je of zo. Ik weet niet of je dat doet. Maar als dat zo is, laat het me even weten. Dan, dan kan ik dat voor je linken. Heel lief. Onwijs bedankt. Er zitten koekjes te knagen uit mijn kerstpakket. Maar, kan je het zien? Het zijn biologische koekjes. Is toch gezond? Denk ik. En ik heb op de site waar ik ook... ik heb een site gekregen via een collega. Die series streamt. Of het nou allemaal heel erg volgens de regels is, weet ik niet. Maar hey, boeien. En daar hebben ze Downton Abbey alle seizoenen. Nou, dat wordt echt de beste kerstavond van mijn leven, kan ik je vertellen. Hoe gezellig. Oh, daar komen nog lichtjes straks bij. En de kaarsen moeten nog aan, maar het is nog geen 6 uur. Mijn lichtbox. Een cadeautje van Suus. En hier staat nog een gezellig lampje. Met het kerststuk. Natuurlijk, lekker een wijntje en een watertje. Dan gaat die straks nog aan. Die kunnen niet meer aan, want die zijn leeg. Die kreeg ik van de week niet meer uit, dus die hebben de hele nacht gebrand. En voor de rest, ik zou zeggen een heerlijk avondje.
Zo, ik heb even mijn makkelijke kloffie aangetrokken. En dan is het alweer 9:30, jongens. Nou, er gaat niet heel veel meer gebeuren, dus ik ga me afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze vlogmas leuk vonden. Ik vond het in ieder geval geweldig om te doen. Het heeft me echt nog meer in het vloggen getrokken en in het editen en alles eromheen. En als ik nu al zie wat vloggen me heeft gebracht, zoveel mooie dingen, vriendschappen, leuke mensen leren kennen. Ik ben veel meer bij de dag gaan leven. Ik geniet nog meer van alles wat ik doe. Echt heel gaaf. Dus nou, dan ga ik jullie nog even wat mededelingen doen in die zin. Deze vlog komt volgende week maandag online. Dinsdag komt er dan de vlog van kerst. Dus ik vlog morgen en overmorgen en dat plak ik bij elkaar in één vlog. Dan woensdag komt er gewoon weer een weekendvlog online van mijn komende weekend. En dan komt er zondag een vlog van de rest van de week. Zo gaan we het doen. En dan één keer per week nog een extra video. Ja, helemaal zin in. En als jullie deze kijken, is het voor jullie oudejaarsdag. Dus ik wens jullie een ontzettend leuke oud en nieuw. Pas op met vuurwerk, doe voorzichtig. Geniet er lekker van. En morgen lekker uitbrakken. goeiedag of goeienacht. En tot... Even denken. Ik wou zeggen tot morgen, maar nee. Ik zie jullie... Deze zien jullie maandag. Jawel, tot morgen. Want morgen komt er gewoon de kerst. Ja, tot morgen.